ontstaan van de zorgtafel kwam voor uit iets naars. Het omvallen van het Zuiderzeeziekenhuizen. En vervolgens het rapport van Bas Lerink. Daarin kwam de opdracht te staan om met elkaar in de zorgtafel te gaan zoeken naar oplossingen. Die hebben we nog niet, maar we zijn wel mooi op weg. Partijen aan de zorgtafel weten elkaar beter te vinden. Werken samen, waar dat in de sector niet altijd gebruikelijk was. Het heeft ons nog meer gebracht. Een veel beter beeld wat eigenlijk de zorgvraag in Flevoland is, wat het zorgaanbod is en hoe dat op elkaar aansluit. Het regiobeeld dat we met elkaar aan het maken zijn en straks aan de zorgtafel gaan presenteren, is een goed vertrekpunt voor het vervolg. De zorgtafel 2.0 moet bouwend op het fundament van het regiobeeld ervoor zorgen dat letterlijk iedere Flevolander de juiste zorg op de juiste plaats kan krijgen. Toegankelijke zorg voor iedereen. Een totaal aanbod waarin een ziekenhuis, maar ook alle andere voorzieningen een centrale rol spelen. Een nauwe samenwerking tussen overheden, tussen zorgaanbieders, tussen zorgvragers. Van patiëntenfederatie tot zorgverzekeraar. Met z'n allen moeten we zorgen voor een goede zorginfrastructuur in Flevoland.